Nou, vandaag is het best een druk dagje. Ik ben nu in Muiden bij Anja, mijn zingende kapster. Want je ziet, het groeit als kool. En daarna ga ik naar Amsterdam. Dan heb ik een afspraak met Eva Kuiper. En zij is een hele mooie stichting aan het opzetten. Dus we gaan samen een broodje eten en ik ga daar alles over horen. Daar hou ik jullie van op de hoogte. Het gaat plaatsvinden in Amsterdam. Iets met jongeren. Nou, dat weet ik zeker dat je daar alles van wil weten. Dat komt later. En daarna heb ik, want ik heb best wel een drukke dag vandaag. Daarna heb ik een afspraak met Shurma, onze ambassadeur van Stichting Douchievriend. En daar moet ik ook heel genodig mee bijkletsen. En dus het wordt een uitgebreid vlogje met veel bezigheden en veel afspraken. Hey, ik toer door het hele land. Nou, Anja hoor ik al, daar komt ze aan. Hallo. Dus ik ga nu... Daar, Anja! Goedemorgen! Dus ik hou jullie verder op de hoogte. We gaan nu eerst knippen en verven. Nou, afspraak 1 is achter de rug. Mijn haar is weer picobello, van Anja. Anmee, zoek er eens op, hè, want ze gaat doorbreken. Ze heeft al heel veel views. Maar ze is nu eventjes iemand anders aan het uitwassen. En ik ga nu naar Amsterdam. Tot zo. Ik ben in Amsterdam, de Haarlemmerstraat, bij See Me. Opgezet door... Catharina. En dat is een heel mooi project. Het gaat over vrouwen die... Mishandeld zijn. Ja. En het gaat allemaal over hartjes. En zoals jullie weten is mijn website vol met hartjes en dingetjes. Dus ik werd hier naar binnen getrokken en ik ga even rondneuzen. Nou, ondertussen zit ik in het Warenhuis. Een echt een hele leuke plek. Waar Eva mijn toegeleid heeft. En ik zei al eerder, ik heb een afspraak met Eva. Nou, hier is Eva. Eens kijken of dat licht goed is. Ja. Eva, ik ben zo benieuwd naar jouw stichting, waar dat precies over gaat. Nou, mijn stichting Voor de Helden is op 3 oktober geboren, dus dat is nog maar heel jong. En mijn stichting richt zich op het creëren van woonplekken voor jongeren en kinderen en jongeren van 12 tot en met 23 in de omgeving Amsterdam. En we doen dat oplossingsgericht en we doen dat duurzaam, dus we... En dat vind ik zo leuk, hè? Want dat is natuurlijk jouw hele achtergrond, hè? Dat oplossingsgericht denken. Dat ga je nu omzetten in het helpen van die jongelui. Ja, klopt. Ik heb ook een boek geschreven samen met een klinisch psycholoog. En dat gaat over oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren en hun omgeving. Dus hoe doe je dat oplossingsgericht? Dus mijn stichting werkt op oplossingsgericht, vergaderen oplossingsgericht zelfs. En verder doen we heel veel met positieve psychologie. Dus hoe zetten we die kinderen nou in hun kracht? Zorgen we dat ze het beste uit zichzelf halen? En we doen heel veel met deeleconomie, dus duurzaamheid. Hoe richten we het huis zo duurzaam mogelijk in? En hoe leren we die jongeren om toekomstige duurzame burgers te zijn? En zoek je dan 1 grote plek waar een aantal van de jongeren kunnen wonen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we zijn op zoek nu naar een huis. We hebben al met verschillende banken gesproken ook. Dus we zijn nu actief op zoek naar een huis. En het liefst in een wijk waar er nog verbinding is met de buurt. Want wat heel vaak blijkt, is dat jongeren na hun 18e, omdat ze te weinig sociale verbinding hebben, het niet redden als ze de jeugdzorg uitstromen. Dus met name inzetten op de sociale verbindingen is heel belangrijk. Dus we zoeken een huis in een echt een arbeiderswijk. En misschien zelfs een hele allochtone wijk, waar de buren elkaar kennen. Ja. Mooi. En met een tuin. En dat is eigenlijk het enige waar we echt naar op zoek zijn. Er moet ruimte zijn. Een gezellige buurt waar we verbindingen kunnen leggen. Oké. En ik ga jou daar binnenkort weer over vragen. Maar hoe heet de stichting en wat kan men nu al doen om jou te helpen? Oké. De stichting heet Voor de Helden. En we hebben sinds kort een website. Het heet huisvoorhelden.nl. En daar staat een kopje helpen, vraagteken. Oké, heel en, goed. En daar staan allerlei zaken die we nog nodig hebben. We zijn een start-up, een jonge start-up, dus we hebben nog van alles nodig. Binnenkort komen er sokken uit die men kan bestellen met help erop. En daarmee sponsor je ook de stichting. Dus, jullie project. Ja. Oké, nou, ik kom er binnenkort op terug. Dankjewel. Leuk,
Hallo lieve Facebookers. Hallo, hallo. Hi, hi, hi. Nou, jullie hadden waarschijnlijk een paar weken geleden met Helen een verhaal dat ze gewoon niet meer wist hoe ze offline moest gaan. En, ja, jullie zagen mijn witte kuif. Ongeveer 10 minuten, ja, want ik kon die knop niet vinden. Maar nu ga ik haar uitleggen hoe dat moet. Dus dit was alleen heel even een groet. Ja. Dus dit is... Ik doe even mijn... Oh, dit is een hele leuke tent trouwens. Het heet altijd in de buurt en we zitten hier te werken. Op de Wena. We gaan even over de douches hebben. Ja. En dan weten jullie dat in ieder geval dat het niet voor niks is geweest. Want Helen woont in Soesterberg. En we zitten hier lekker in Rotterdam met mijn blauwe nagels, by the way. En ja. Ik heb een waanzinnig mooi weekend allemaal. Ja, hetzelfde. Maar ik ga ook een vlogje over deze dag nog maken. En dan ook nog wat met Surma. Dus en toen ik vandaag bij de kapper was en in Amsterdam. En ook een hele mooie andere sociale soort onderneming tegenkwam. Die hartjes maken. Echt ook heel erg leuk. Kom ik op terug. Maar voor nu gaat Surma mij uitleggen hoe ik, als ik lui ben, ook weer kan stoppen. Okay. Dus ik zet even mijn bril op. Dus doei. Dag. Je zit hier voltooien. Ja.